Ja, precies. Ja. Net als wat Google en Samsung nu aan het... Of net al afgerond, of wat was het nu ook alweer? Apple die heeft Samsung verboden om oude telefoontjes die ze 3 jaar geleden hadden gemaakt... nog langer te verkopen. Omdat ze eigenlijk hadden ze gewoon de iPhone nagemaakt. Ja. En nu zeggen ze van, nou... We willen, dat is dus gewonnen, krijgen 1,4 miljard dollar. Absurde bedragen natuurlijk, maar goed, whatever. Dus het schijnt dat Samsung iets van 60 miljard in cash hebben. Dus dat kan wel leiden. Maar het is vooral, dus nu zegt Apple, die ruiken bloed. Dus ze zeggen, nou, we willen eigenlijk die nieuwe modellen, daar willen we ook nog wel een stokje voor steken. Want daar hebben ze ook wat dingetjes van ons in gebruikt. En dat lijkt dus gewoon echt de hele markt gewoon panisch te maken. Dus er is geen weldenkende telefoonproducent die patenten van Apple of illegaal inzet of sowieso gebruikt omdat ze het niet kunnen betalen. Ja. En het heeft een averechts effect. Het heeft het effect dat je zal geen kleine partijen meer hebben. Nee. En dat zie je sowieso ook al. Heel veel kleine partijen die iets proberen, die worden direct kapot gezoet. Die krijgen gewoon een rechtszaak. Of het terecht is of niet. Ja. Zo'n kleine partij die kan een rechtszaak, kan die niet eens beginnen. Nee, want ze worden gewoon geïntimideerd. Ja. Nou, reken maar dat je 5,5 maand een paar lawyers aan het betalen. Ja, precies. Ja, dan kunnen we niet betalen, jongens. Niet. Nou, laat maar zitten dan. Ja. Er worden echt heel veel bedrijven worden op die manier vroeg vernietigd. Ja, ja. Dat is heel erg, toch? Ach ja, nee, het is vooral het concept dat innovatie niet gestimuleerd wordt. Wat eigenlijk een beetje de gedachte was van het hele patentrecht. Zo van, ja. Nou, je hebt iets moois verzonnen. Dan kan je even opteren en vervolgens kan je daar... moet dat in de wereld weer opgenomen worden? Hè? Is het weer een algemeen goed? Maar ja, dat laatste ding zijn ze vergeten te implementeren. Ja.